Govert Flink en Ferdinand Bol waren ambitieuze schilders. Ze wilden het hoogste wat er haalbaar was voor een schilder bereiken, het schilderen van groot formaat historisch schilderkunst. Bijbelse en mythologische en historische taferelen. Wat je dan eerst zou moeten kunnen, is goed tekenen. Hier zien we twee schetsen van Govert Flink, naar naaktmodel. Ja, uit de kleren gaan in de 17e eeuw, dat was nou niet echt normaal. Het stond eigenlijk gelijk aan prostitutie. Dus deze vrouw die moest daarvoor betaald worden. En flink betaald worden waarschijnlijk. Dus dat Flink hier in zijn eentje heeft zitten tekenen, dat is niet erg waarschijnlijk. En we weten zelfs zeker dat meerdere schilders samen gingen tekenen naar naaktmodel om de kosten te delen. En misschien konden ze ook nog wat van elkaar leren. Op 27 juli 1658 ondertekenen zowel Ferdinand Bol als Govert Flink dit document. Samen met drie andere schilders, Willem Strijker, Nicolaas van Held en Jacob van Loo. Ze verklaren daarin voor een notaris dat ze Catharina Jans, dochter van een naaldenmaker, naakt hebben getekend. Waarom verklaren ze dat? Nou, ze verklaren dat op verzoek van Nicolaas de la Meer uit Nijmegen. Waarschijnlijk was Catharina Jans zwanger en probeerde ze deze Nicolaas tot een huwelijk te dwingen. Omdat hij de vader was? Misschien. Dus deze man gaat in Amsterdam bewijzen verzamelen dat zij niet bepaald de zedigste persoon op aarde was. Ze had immers naakt model gezeten voor schilders en dat stond gelijk aan prostitutie. Dan hoefde hij niet met haar te trouwen. De schilders ondertekenen dit. En dit kost waarschijnlijk Catharina Jans de huwelijk. Het is niet zo fraai dat je eerst gebruik van iemand maakt om model te leren tekenen en dat je er dan zo verraadt. De positie van de vrouw was lang niet wat het nu is. We zagen net twee tekeningen naar naaktmodel van Flink. Van Bol kennen we die eigenlijk niet. Maar van Bol hebben we wel bijvoorbeeld dit schilderij, Venus en Adonis. Zonder twijfel bedoeld voor een of ander duur grachtenpand in Amsterdam. Voor een rijke koopman, voor op de schouw, zoiets. En ja, ze lijkt ook wel wat op die tekeningen van Flink. Misschien is dit zelfs wel die Catharina Jans, die we uit het document hebben leren kennen. Het zou wel wat zijn hoor. Eerst word je weggezet als prostituee en wordt door die schilders je een huwelijk door de neus geboord. En dan sta je hier ineens als godin van de liefde, Venus. Het is wat als vrouw in de 17e eeuw.